aflevering van Stand van Stapt. Vanaf 2009 is hij artistiek directeur van het Noord-Nederlands toneel, dat inmiddels is uitgegroeid tot een van de vier grootste theatergezelschappen van Nederland. Op zondag 3 maart aanstaande gaat Misdaad en Straf onder haar regie in première in de Stad Schouwburg. Frontvrouw van ons stadsgezelschap en vast ensembleacteur Olema Falani en Malou Gorter. Ik weet niet hoe het met uw kennis van de wereldliteratuur is, maar ik heb Misdaad en Straf niet helemaal geïncorporeerd. Sorry, Ola. Bram. Wat triggerde jou aan dat verhaal om dat tot het toneel te bewerken? Zo, where to start? Weet je, er zijn heel weinig auteurs die de mens begrepen. De complexheid van de mens. Daar hebben we Dostojevski. Ja. En daar hebben we een William Shakespeare, we hebben zeg maar eigenlijk precies wat hij hem als theorie geeft, in een aantal miljoenen jaren een paar handjevol, die begrijpen hoe complex de mens kan zijn. Dat een man die jong is, in actie kan komen, die helemaal geen moordenaar is, in staat is over de grens te gaan. Vervolgens dat hij tegelijkertijd immens verliefd kan worden. Vervolgens dat hij tegelijkertijd heel veel charme heeft. Dat hij kapot kan gaan in de rol die Malou Gorter speelt tegenover Porfiri, de detective. Het spel ook nog goed kan spelen. Dus eigenlijk hij heeft aangetoond hoe complex wij zijn. Goed, Misdaad en Straf gaat dus op zondag 3 maart in première. En staat tot en met 16 maart in de Schouwburg. Dankjewel, Olema Falani. Voor onze rubriek De Gum vragen wij elke maand een politicus of politica van welke plek hij of zij tabak heeft. Die mag dan worden uitgegumd, maar moet dan wel worden vervangen door iets nieuws. Deze maand zal er worden gegumd en getekend door fractielid van D66, Gabrielle Coppini van der Meulen. We gaan het hebben over deze plek. Welke plek is dit precies? Kun je even vertellen waar we hier zijn? Ja, dit is een prachtige plek. Ik denk, kent u deze plek alle? Paterswoldseweg. Zo kom je toch vaak wel de stad binnen. Of je verlaat de stad. Hè. Het is echt wel een mooie weg. En dan komen we daar natuurlijk bij de bekende tabaksfabriek, et cetera. En zowel links als rechts, ja, zien jullie allemaal zooi. Van die vage gebieden. En niks. We komen er dagelijks langs met z'n allen. En we doen er eigenlijk helemaal niks leuks mee. Je kan nu gewoon gaan beginnen met gummen. Dan kan ik beginnen, ja. Oké. Dat moet allemaal weg. Nee, dat zie je daar achter je. Ja, dat gaat weg. Nou ja, het valt niet zo goed op, omdat het toevallig heeft gesneeuwd, inderdaad. Ik ga deze persoon ook helaas weg. Ja. Och, mevrouw, u liep daar zo lekker. Die ook. Hoppa. Hup. Arriva weg. Ja, die busbaan die moet wel blijven, hè. Dat is een heel belangrijk punt. Ja, die busbaan moet er nu blijven, inderdaad. Want daar komt dus de treinbaan. Daar komt de ja, bus maar daarachter heb je je hebt hier ook nog een busbaan. Het is een heel verkeersonveilig gebied, maar het wordt veiliger gemaakt. Nou, dit gaat dus dan weg. Ja. En nu gaan we er iets tekenen. Ja. Wat komt er, Gabrielle? Nou, ik zet me al een aantal jaren eigenlijk in voor een soort van outdoor gebeuren. Een outdoor gym of een beweegtuin, hoe je het ook wil noemen. Het is eigenlijk een outdoor park voor jong en oud. Dus die plek met Niermeijer wordt aangepast worden? Ja, dat moet helemaal aangepast. Het ziet er niet uit, maar toch wordt de tekening geveild na afloop. We hebben een helder beeld, Gabrielle. Nee. Jawel. We gaan afronden. Ja. Ik moet alleen nog eventjes een paar vragen. Oké. Dames en heren, als het dus aan Gabrielle Coppini van de Meulen ziet, ziet het bij de Niemeyer over een paar jaar zo uit. Ik zeg gewoon een enorme... Vrolijke. Heel vrolijk inderdaad. Dankjewel, Gabrielle. Ja, dankjewel. Hij zit er nog niet, maar wel bijna. Dichter Renses in Graven selecteert zo nu en dan. Poëzie van Stad Groninger Bodem of poëzie die wij van Stad Groninger Bodem zouden moeten lezen vanavond op onze vrije avond, of niet, Renze? Zeker weet. Mag ik gewoon beginnen? Het is gewoon jingle. Oké, ik begin. 7 jaar hebben we erop moeten wachten, maar nu is hij er eindelijk en het is namelijk de nieuwe bundel van Ruben van Gogh. Zijn jullie fans van Ruben van Gogh? Ja. Ah, mooi. Nou... Oké, ik begin gewoon. Dit is gewoon echt een prachtige bundel. Ik heb een interview met hem gelezen en de interviewer zei... Maar Ruben, het is wel een beetje een sombere bundel. En dat zag Ruben zelf niet. Het is een sombere bundel, maar het is ook prachtig verwoord. En ik ben erg onder de indruk. Het begint eigenlijk heel relativistisch. Want wat zijn wij meer dan een korreltje zand? Het eerste gedicht is alles en het eindigt als volgt. Van zelfs nog minder dan een stofje,
een stipje, een ietsiepietsie ikje. Nou, zo begint het eerste eindigt het eerste gedicht. Rens het ingaven. Het gerucht gaat dat er jongeren zijn die in Groningen gaan studeren omdat er een hele vette BMX-baan in Bijum is, het zogenaamde pedalpark. Maar wat is een pedalpark precies? En waarom is Bijum voor BMX'ers de place to be? Ik ga erover praten met projectleider van Pedalpark, Orlando Haak. Kan wel iets vetter komen. Ja, toen, juist. Hij is niet alleen. Hij heeft ook een pedalpark sympathisant, dat is Chris van der Veen. Ja, jij kan niet al fietsen op komen lopen. Ja, ga daar zitten. Wat is het precies, pedalpark? Het pedalpark is een jongerenproject wat wij 6 jaar geleden nu zijn begonnen. Wat opgericht is, ik moet nog even een beetje beadem komen. Opgericht is voor en door jongeren. 6 jaar geleden, ik ben nu 30, was ik 24, mocht ik mijzelf nog als een jongere beschouwen, vind ik. En ben ik met een aantal andere jongeren uit Bijum dit project begonnen. En wat het inhoudt is dat wij door middel van BMX proberen de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Jongeren een dagbesteding te bieden. Reïntegratieproject, we bieden ook opleidingen aan. Het is heel erg, het is die baan waarop ge-BMX wordt. Dat gaan we denk ik zo meteen zien op het filmpje. Ja. Daar hebben we het al. Maar het is ook een sociaal-cultureel integratieproject voor jongeren. Ja, absoluut. Het is een crossbaan. En naast de crossbaan is een hangplek voor jongeren, zeg maar. Waar de jeugd uit Bijum fanatiek gebruik van maakt. En dagelijks aanwezig is. En we proberen een beetje door dat naast elkaar te hebben, zeg maar. Het plezier wat wij ervaren van het fietsen over te brengen op hun. En waarom via BMX'en? Waarom via BMX'en? Is er heel veel talent in Bijum dat kan BMX'en? Of probeer je talent te kweken? Dat vooral, denk ik. En toen wij daar begonnen, waren er 3 jongeren uit Bijum die heel fanatiek bezig waren met het BMX'en. En dat bleek een beetje besmettelijk te zijn, zeg maar. Andere jongeren die zagen dat en die dachten, goh, wat cool, dat wil ik ook en dat wil ik ook leren. En zodoende zijn wij naar de gemeente gestapt met het verzoek van, goh, zouden wij de plek hadden we al gevonden, maar zouden wij die plek mogen gebruiken? Dankjewel, Orlando Haak en Chris van der Veen. Zij won in 2003 de Singer-Songwriter Contest Nooduitgang en stond in datzelfde jaar in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Tamar Lewis. The winter arrived soon. You thought I was walking out on you. You didn't see the tears in my eyes when I made myself turn my back. Oh, I knew if I'd look at the smoke from the chimney, my feet could not walk any further from you. So I kept my mind fixed on what I had to do. My hands still empty, not holding you. Yes, it's cold, but not your heart. Yes, it's winter, but spring is near. Yes, I'm gone, but I will return. Like snow, I will cover you. Like snow, I will cover you. Like snow, I will cover you. Tamar Lewis, elke aflevering van Stand voor Stad bieden wij u graag een aantal mini-colleges aan. De eerste van vandaag gaat over de geschiedenis van de stad. Het thema van vandaag is toch een beetje misdaad en straf. Doordat het Nederlands toneel op 3 maart in première gaat met misdaad en straf. Dus vroegen wij aan curator audiovisuele materialen van de Groninger Archieven om daar bijpassende beelden van toen bij te zoeken. De woorden zijn aan René Duursma. Ja, ik ga beelden laten zien uit 2 films, die heb ik na elkaar gemonteerd. De eerste film is een stille film over de Aarborg, een observatiehuis voor jeugdige delinquenten uit 1950 van Tiddens. En een film uit 1985 van Jansen, Bakker en Faber, JBF. En die film heet The Edge en is ook deels met Engels commentaar. Start de film.
We zien hier een jeugdige delinquent in de dop. Die jongen die wil niet naar zijn moeder luisteren. En nou ja, hij zit op de ambachtsschool. En alles wat glimt is interessant. En die schuifmaat die glimt nogal. Heel onopvallend. Gelukkig hebben ze in die tijd, in 1950, hebben ze leraren die goed opletten. Die weten wel ongeveer wat voor vlees ze in de kuip hebben. Dus op het moment dat de schuifmaat vermist wordt... Dit is geen ongewenste intimiteit. Wat een scène dit inderdaad. Jezus. Ja, het is heel snel. Hij moet de straat op. En de gasten uit 1985 die zijn ook vaak op de straat te vinden. En dat zullen jullie nu gaan zien. Jan en Evert. 17 years old. They live in the old deteriorated quarters of a Dutch town, Groningen. They have no job, no education, no diplomas, no unemployment benefit, and a criminal past. They are called disadvantaged youngsters. They'll never find a real job, and they know it. Dat geldt ook voor deze jongen. Hij weet niet zo goed wat hij moet doen. Dus hij denkt, ik moet toch gaan stelen. Dus gaat terug naar de school. Maar oplettende leraren posten in die tijd blijkbaar bij de school met de zaklantaarn. En hij wordt gevat. Evert en Jan trouwens hebben een hekel aan administratief werk. They would like to earn a living on their own as window cleaners. But this, apart from a minimum age of 18, would require filling out all kinds of forms, keeping accounts, paying taxes. A lot of rules they have to live up to. Rules also of which they don't see the point. So they did it their own way. Oplettende burgers zijn van alle tijden. Je had natuurlijk een ladder. Ze willen glazen wassen. Zoals jullie zien, de pakkans is in dit soort films erg groot. In de jaren 50 werd je dan, als je opgepakt was als jeugdige delinquent, naar een observatiehuis gebracht. Dit stond aan de Van Heemskerkstraat in de Pijzerwegbuurt. Ja, je wordt een paar dagen geobserveerd om te kijken wat ze nou precies met je aanmoeden, wat de strafmaat moet zijn. En dat observeren begint al vrij snel. Dit is toch gewoon niet normaal, René? Ja, wel, in de jaren 50. Their business is still illegal, but they don't mind. They think they're better off now because they earn their own money. Ja, hulpverleners hadden dus een ander idee in de jaren 80 over wat hulpverlening moet zijn dan in de jaren 50. Rust, reinheid en regelmaat. Je bed opmaken, je kamer schoonhouden, wat je eigenlijk met je kinderen ook wil. Nou, beweging, ook belangrijk. Gezond lichaam, gezonde geest. En ook niet onbelangrijk is culturele vorming. En dat zag er in de jaren 80 heel anders uit. Dit is arbeidszaamheid, culturele vorming en beweging in één. In de jaren 50 kregen we dus een psychologisch onderzoek, een lichamelijk onderzoek. Ik denk dat dat in de jaren 80 ook nog wel zo was, maar het werd wat gedegener en uitgebreider in kaart gebracht in de jaren 50. Daar werd het wat belangrijker gevonden. En ja, het antwoord is mild. Het vonnis. De gezinsvoogd is die man met de sigaret. In de jaren 80 was de beloning iets heel anders. And finally, the payment. The camera crew and the director had been paid. So what about the actors? And of course, they were paid in black money.
Rede Jusma. Weet u nog, die dubbele moord in Buffalo in 2011, nadat de verdachte Alassam Samari zijn vriendin vermoordde, probeerde de politie hem later bij een station aan te houden. Deze poging leidde tot een schietpartij, waarbij agent Dick Haverman door Samari werd doodgeschoten. U ziet de erehaag van de herdenkingsdienst van Dick Haverman. Donderdag en vrijdag was de rechtszaak tegen Alassam Samari. Rob Zijlstra, rechtbankverslaggever, was erbij, is nu bij ons om erover te vertellen. Rob Zijlstra. Ja, dit is een, mag ik eerst wat zeggen? Jazeker. Ik kreeg net een berichtje van de rechtbank, want in jouw aankondiging zei jij dat binnenkort de uitspraak is van volgende week. Ja. Is niet zo. Wanneer is die? Morgen is de laatste dag van de rechtszaak. Er moet nog een eis komen. Dat gaat morgen gebeuren. En dan normaal gesproken een uitspraak over twee. Morgen de uitspraak. Ja. Goed. De rechtbank twitterde dat, of ik dat even wilde rechtzetten. Morgen de eis. Morgen is de eis. Ja. Oké. Morgen de eis. Dit is een zaak die heel tot de verbeelding sprak, omdat het ook wel vrij gruwelijk was. Ja. En er zijn steeds meer details ook die in die rechtszaak naar boven tafel kwamen. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld dat de verdachte medicijnen gebruikte. En dat zou een relatie houden tot zijn daad. Ja, dat is een vermoeden. De man, ja, het is een hele bizarre zaak. Het is een vreselijke zaak. De man heeft zijn vriendin doodgeslagen met een brandblusser in Buffalo, in haar woning. Is gevlucht, dan wil zeggen hij is weggegaan. Heeft even later een worsteling gehad met de agent. De politie was gewaarschuwd, staat achter me aan. En heeft op een of andere manier, hoe is onduidelijk, het dienstwapen van de agent in handen gekregen. En heeft hem doodgeschoten. Maar je vraag was... Nee, goed, met die medicijnen was ik las ook in een artikel van jou dat hij medicijnen kreeg waardoor hij heel agressief zou zijn. Hij gebruikte een medicijn, een paroxetine. Het gebeurde op 13 april 2011. Op 12 april had hij te horen gekregen dat hij Nederland zou moeten verlaten. Het was een asielzoeker. Hij was al 10 jaar in Nederland. Zijn laatste hoop was vervlogen. Hij had contact met Lentis, heeft ook die dag contact gezocht met zijn begeleider. Hij gebruikte het medicijn, heel technisch was het 10 milligram per dag. De begeleider zei, verhoog de dosis maar wat, ga maar naar 20 milligram. En dat zou, zo'n wisseling zou van invloed kunnen zijn geweest. En er wordt gedacht dat hij heeft gehandeld vanuit een soort psychose. Nu heb je de verdachte de afgelopen 2 dagen gezien in de rechtszaal. Ja. Wat voor indruk maakte hij op jou? Het is een heel klein mannetje. Er zijn foto's, toen het gebeurde, foto's van hem in de media verschenen. Dan leek het een hele grote man, een hele grote kop. Maar het is een mannetje van 1,60 meter ongeveer. En wat heel, heel bijzonder is dat hij nog steeds contact heeft met de ouders van Renske Hekman. Dat is zijn vriendin die hij heeft doodgeslagen. Die ouders die steunen hem. En in de rechtszaal omschreef de moeder van Renske hem als een zeer vriendelijke, attente, humorvolle man. En dat was wel heel apart. Ja. Maar zo komt hij ook wel over. Het is geen domme jongen. Hij kent het dossier goed. Hij verdedigt zich. Dus het is heel goed denkbaar, ook dan volgens jou, dat het inderdaad door zijn medicijn is gekomen? Of mag je daar als verslaggever geen uitspraak over doen? Jawel, ik mag alles zeggen. Ja. Als je handelt vanuit een psychose, dan is het in de rechtbank de vraag, is dan je misdaad, is die dan aan jou toe te rekenen? Ja? Je kunt een strafbaar feit plegen in Nederland, maar niet strafbaar zijn. Dat is een vraag. En kijk, je kunt ook zeggen, hij heeft die medicijnen zelf genomen, daar ben je verantwoordelijk voor. Ja. Als je bier drinkt en je stapt in je auto, dan kun je de schuld niet geven aan alcohol als het misgaat. Maar als hij dit toegeschreven heeft gekregen door een arts, die heeft gezegd, verhoog die dosis maar, en er is een relatie te leggen, dan zal dat een rol spelen. Nog even over de vermoorde politieagent, Dick Haverman. Ja. Hij is vermoord door zijn eigen dienstwapen. Ja. Dat is toch wel een ontzettend bijzonder, bizar detail. Ja, ik had gehoopt dat er, waarschijnlijk gaat dat morgen vroeg, dan gaat de zaak verder, dat het Openbaar Ministerie daar wat meer duidelijkheid over zou geven. De agent Dick Haverman was een 48-jarige man die
binnen de politie te boek stond als zeer ervaren. Hij was lid van een aanhoudingseenheid. Was in Burger die avond. Hij had zijn dienst erop zitten, was op weg naar huis. Op een burgermotor, in burgerkleding. Maar hij droeg wel zijn wapen. Nou, misschien is dat omdat hij lid is van een aanhoudingseenheid. Maar normaal heeft een agent in Burger die vrij is, dus niet zijn dienstwapen bij zich. Wat ik al zei, dat man, de verdachte, Alassam, is ongeveer 1,60 meter. Hij is bijna 2 meter. Een ja. Echte politieman zag het eruit altijd. En ja, hij heeft dat dienstwapen weten te en wordt te bemachtigen. En dat is apart. Dat is gek. Wat je ook schreef in je artikel, dat eigenlijk in rapporten van het OM ook helemaal niet wordt... Er wordt niks geschreven over hoe dat zou kunnen zijn gebeurd. Het is onderzocht door de Rijksrecherche. Hè, die onderzoeken dit soort incidenten. Alleen dat zijn vertrouwelijke stukken. Het Openbaar Ministerie zegt dat het optreden van de politie uitzonderlijk en bijzonder professioneel is geweest. Nou, dat moeten we maar aannemen. Ja, dat is een beetje paradoxaal natuurlijk dan. Nou ja, er zijn bijna 40 keer is er geschoten. Alassam zegt dat de politie hem eerst heeft geschoten. Hij is ook in zijn borst geraakt, in zijn oksel, in zijn bovenbenen en in zijn enkel. En kijk, als het waar is dat de agent als eerste heeft geschoten... Dan zal de advocaat noodweer zelfverdediging gaan opvoeren. En het is de vraag of dat wordt... Dus morgen de eis en dan veel later de uitspraak. Nee, morgen de eis, de bewijzen, de eis. Ik heb gehoord dat het verhaal van het Openbaar Ministerie 80 pagina's lang is. Dus dat is 2-3 uur lang zal dat luisteren zijn. Daarna komt de advocaat. Die heeft aangekondigd dat hij ongeveer 3 uur nodig heeft om de verdediging te voeren. En dan krijgt hij het laatste woord... Hij heeft al gezegd een keer dat hij erg veel spijt heeft. Mm-hmm. Dat hij ook beseft wat de impact is geweest. En het wordt een spannende dag. Er hangt levenslang boven het hoofd. We gaan een beetje een gek bruggetje maken nu. Ja. Want je zit vaak in de rechtbank. Ja. En er is een project dat heet de rechtbank van de toekomst. Ja. Waarin er wordt nagedacht over hoe de rechtbank in de toekomst eruit moet zien. Aangepast op de verandering in het recht. Daardoor schrijft nu bij ons aan Anne de Ruiter. Zij is student aan de kunstacademie van Sint-Joost in Breda. Woont hier in de stad. En een van de twee leden van het ontwerpteam dat onderzoek doet naar de rechtbank van de toekomst. Anne de Ruiter. Hi. Volgens mij moet jij deze vasthouden. Heb jij geen zender om? Rob, jij zit heel vaak in zaal 14, volgens mij. Zit in zaal 14, ja. Zit in zaal 14. En ja. Die is ook onlangs aangepast of is die vernieuwd? Of hij is, ja, er is een nieuw verfje gekomen en het meubilair is vervangen. Oh, dat is heel klein eigenlijk. Nee. Het is een digitaal rechtszaal geworden. Grote beeldschermen. En de bedoeling is dat de meters, papieren, dossiers, dat die in de toekomst gaan verdwijnen. En dat alles op beeldschermen gaat en digitaal. En past dat dan ook in jullie beeld van de rechtbank van de toekomst? Nee, niet van de toekomst. In eerste instantie is dat eigenlijk nog heel erg in het nu. En wat betreft de dossiers, dat schijnt wettelijk moeilijk te zijn om die van tafel te krijgen. Voor nu hebben wij ook wel nagedacht over hoe de rechtbank eruit moet komen te zien, maar in de toekomst... geldt misschien voor een deel van het recht, van het familierecht, wel dat de rechtbank misschien wel verdwijnt, naar huis komt eigenlijk. Dus dichter bij huis, wat laagdrempeliger. Het heeft ermee te maken, neem ik aan, dat er bepaalde dingen op dit moment niet goed gaan, waardoor de rechtbank zou moeten veranderen. Dat klopt. Onze bevindingen waren vooral, en dat gaat even over het familierecht, dus dan heb je het dus over onder toezichtstellingen en over scheidingen. Dus dan is er in principe geen publiek. En wat wij vooral zagen was dat je gewoon heel verschillende emoties hebt en heel verschillende soorten settingen dus eigenlijk nodig hebt. Waarbij het een veel meer gaat over dat partijen er samen uit moeten komen. En andere setting is dat gewoon wel de rechter heel erg in moet springen. Omdat de mensen er zelf niet meer uitkomen. En... ja, dan heb je dus ook over mediation, dus dat er een persoon aanschuift die een gesprek leidt. Maar dat is heel erg inhoudelijk, maar ik geloof dat jullie ook bezig zijn met een verandering in vorm. Ik bedoel, zometeen krijgen we een klein modieshowtje zelf. Dus ja. Dat het echt fysiek anders uitkomt te zien. Ja, zeker. Ja, we hebben het over capsules gehad die ergens landen en waarbij mensen in kunnen stappen. En capsules die ergens landen waar mensen in kunnen stappen? Bijvoorbeeld, of aan een gebouw hangt. Ja, we hebben het ook gehad over de toga, die moet veranderen. Maar die capsules, voordat we naar die toga gaan, waar gaan die mensen dan heen? Als die in de capsule stappen? Waarschijnlijk merken ze er zelf niet zoveel van hoor. Het gaat erom dat zij gewoon eigenlijk
eruit komen. Dus hij hoeft niet per se te vliegen. Zo, okay. Maar hij kan bij de bibliotheek landen of op het plein voor de rechtbank. Een soort van echt de rijdende rechter, maar op locatie met capsules. Ja, precies. Ja. Ik blijf rechtbankverslaggever. Ja, goed. Mag je veel op locatie werken zometeen als het aan haar ligt. We hebben ook de toga van de toekomst. Ja. En volgens mij is het simpelste dat we die maar gewoon gaan showen. Dat wordt gedaan door Lambert Kamps. Matthijs, mag ik muziek? En aandacht voor de toga van de toekomst. Hij lijkt nog verdacht veel op een toga van nu eigenlijk. Maar wacht even. Je hebt eerst vrij klassiek en nu draai je het om en nu zien allerlei superhelden op je toga staan. Klopt dat? De eerste is eigenlijk een beetje, je kan het zien, zwart. Hè? Zoals we het nu hebben. En de discussie die wij eigenlijk hadden van, zwart. Persoonlijk kwam het een beetje gereformeerd op mij over. En ik had zoiets van, dat een soort dominee, een soort recht over jou spreekt, dat is toch niet helemaal correct. Nee. En dus dat kon beter. En dan had het net al over het familierecht. Ja, de rechter eigenlijk als superheld, hè? Dus een soort stripfiguren. Dus dat zou misschien beter aansluiten bij de doelgroep van jongeren en kleine kinderen bijvoorbeeld. Het wordt wel leuk, maar je gaat er bijna een moord voor plegen. Ja, zeker wordt het leuk. Weet je, ik kan het wordt veel leuker. Ik kan me sowieso wel voorstellen bij een rechter, maar een officier van justitie die draagt ook zo'n ding. Dat is een van de dingen ook waarvan wij zoiets hadden van, misschien... misschien wat een fantastisch ding! Moet de officier van justitie ook weer een hele andere hebben als de rechter. Oké. Ja, het is wel veel omkleden hoor. Ja, ik zie het. Ja, dit is echt, er wordt 6 uur voorop. Nou hebben we natuurlijk in Nederland ook heel veel verschillende culturele groepen. Ah, ik heb ervoor dat het heen gaat. Kijk, mutsje erbij. Dit is bijvoorbeeld hoe een rechter in Afrika eruit zou kunnen zien. Dus van een volkstam die daar woont of leeft of wat dan ook. Maar ook dan in onze rechtbank. Veel dus. Vrolijker. Omdat we zelf wel cultuur in Nederland hebben, zou je misschien ook daar iets mee kunnen doen natuurlijk. Dat het ook allemaal krijgen wat... Krijgen we nog een chargement? En nu krijgen we nog één. Ongelooflijk. Mag jullie raden van wie deze is? Dit is ook... Die heb ik eigenlijk zelf een beetje toegevoegd, omdat ik het gewoon heel grappig vond. Een beetje de toppers wordt het nu. deze is eigenlijk voor de dode rechter, had ik bedacht. En die kan dan mooi bij de hemelpoort, samen met Petrus... het laatste oordeel vellen. Hey, kan ik ook zo'n pak krijgen voor de talkshow? Dan kan ik een beetje om de gas wisselen. Ja, het was ook een beetje spannend, want eigenlijk is een uurtje geleden heb ik de laatste NATO nog in gezet. het was ook even spannend of het inderdaad helemaal werkte, want dan bedenk je wel iets. En dan denk je, dan draait het om en dan draait het om en dan draait het om. Ja, werkt dat eigenlijk wel. Dus, Rob, zie je hier iets in? Denk je dat het goed is als het allemaal wat... Misschien, vrolijk is misschien het goede woord, maar iets luchtiger maar, kan het. Ik zie dit wel zitten, ja. Dan ook zoiets voor jou? Nee. Dankjewel, Lambert. En dan de rechtbank van de toekomst. Rob, blijf even zitten. We praten nog even kort door over misdaad en straf. Hij maakt niet alleen prachtige foto's en ontwerpen. Hij heeft ook een heel eigen blik op de stad. Peter de Kan. Dag Peter, jij hebt wel een zender of ook niet? Jij hebt wel een zender. Hallo, dag Peter. Je vorige keer schreeuwde je al iets van achteruit de zaal naar mij toe. We dachten van, dan kun je maar even... Ja, ik begrijp dat het tijd voor talkshow niet de bedoeling is. Nee, het is een talkshow inderdaad. Ja, maar dat deed ik ook, praten. Oh ja, goed. We dachten, dan zit je maar gewoon bij onze tafel meteen. We gaan kijken naar filmpjes. Je hebt filmpjes gehad, je bent naar een speciale plek gestuurd. Ja. We gaan zo kijken welke plek dat is. Kun je iets vertellen over onze opdracht, wat je precies moest doen? Mijn opdracht? Ja, jouw opdracht van ons, inderdaad. Ik kreeg een kruisje op de kaart van de stad en ging 's nachts bedenken, ik kende de plek. Dus ik werd, 's nachts lag ik in bed, ik dacht, wat kan ik eigenlijk met die plek? En toen heb ik in ieder geval bedacht, ik moet niet iets doen met de geschiedenis van die plek. Want dan kunnen andere mensen in de stad veel beter. Dat kan Benno Hofman veel beter. Ik moet proberen iets met die plek in het hier en nu te doen. Dus heb je filmpjes gemaakt? Laten we gewoon kijken naar het eerste filmpje. Opstappen. Vertel dan maar gewoon onder wat we zien, hè, en wat we doen ook.
Nou, waarom dit opstappen heet, zie je straks in het tweede filmpje. Maar ik ben eerst naar de plek gegaan, vanuit mijn huis. Door achteruit er naartoe te lopen. Ah. Ja, je denkt, waarom doe je dat? Ik loop met een camera. Als ik vooruit loop met een camera, dan ziet iedereen mij aankomen. Als ik achteruit loop, wordt iedereen door mij verrast. En kan ik eigenlijk, krijg je andere beelden. Maar het is ook een andere manier van kijken naar een wandeling. Steegje. En hier moest ik natuurlijk vooruit lopen, want die wagen stond er toevallig. Dit is de plek. Dan krijg je dan voor niks. Yes, filmpje 1. Nu ben ik ter plekke. Krijgen we een tweede filmpje. Weet iemand al waar we zijn? Oké. Kattendiep, heel goed, ja. Nu, de plek. Nu zijn we op de plek. Nou, net zag je al alleen beeld. Dit is het geluid wat je net niet hoorde. Dit is gewoon de wandeling van mijn huis naar het gedempte Kattendiep. Ik kan het nu wel verklappen. En wat is dit dan? Dit is een andere manier om naar dit gedicht te kijken. Er verschijnt hier een tekst. Je moet niet alleen om de plek te bereiken thuis opstappen, wat ik in het eerste filmpje deed, maar ook uit manieren van kijken. Er is niets te zien, en dat moet je zien, om alles bij het zeer oude te laten. Er is hier, er is tijd om overmorgen iets te hebben achtergelaten. Daar moet je vandaag voor zorgen, voor sterfelijkheid. Dankjewel Peter de Kan en Rob Zijlstra. En dan is het tijd voor ons tweede en laatste mini-collegetje van misschien toch wel het succesnummer van de eerste keer van Stand van Stad. Stadsecoloog Jan Doevendans! Ja, dankjewel. We zijn er weer. We moeten ook een beetje tempo maken, want er gebeurt van alles, hoor ik wel, in de stad. Maar ondertussen proberen wij een forum te bouwen en dat moet natuurlijk op een gegeven moment ook af. Hij staat wel aan, dan moet ik even kijken. Stand van Natuur, moet verder of terug? Wat gaan we doen? De techniek, jongens. Dit is wel een beetje jammer, Jan, hè, dit meteen is een weer. Beetje jammer. Zal ik met deze proberen, en misschien? Ja. Ja. Kijk, even heel snel. Dit was, we zijn al een beetje kort van memorie, van geheugen. Er gebeurt ook zo verschrikkelijk veel. Dit was het laatste plaatje van de vorige keer. Het gaat om het Forum, Forum-image, wat er nou alles gebeurt. Maar de natuur is altijd veel groter. Dat ziet u hier, de nestkast daaronder, die je moet gaan vervangen, waar de Forum gaat bouwen. Dat staat er bovenop, is veel kleiner. Dus dat gaat allemaal door. Dit was het eerste plaatje van de vorige keer. Van het gaat misschien sneeuwen. Denk je aan de vogels en het ging sneeuwen. Let op, ze heeft niet zoveel gesneeuwd, want dit was in 2009. Maar het was wel heel aardig om te zien. U krijgt 25 plaatjes in 5 minuten. Dat is 12 seconden per plaatje. En bij sommigen pauzeer ik even, zodat ik wat minder heb. Dan gaat het nog sneller. Want we naderen de eindtijd. Schrijf maar op. Goudvinken. We zijn er heel veel in de stad. Dat is heel bijzonder. Heb ik nooit eerder gezien. Heel veel. Deze was er even. Die moest heel goed kijken. Dat zie je ook. Want hij moest loeren naar alle bessen. De bessen waren al lang op. Weggegeten door de merel. Die zit wel in de top 10. En de spreeuwen. Niet in de top 10 dit jaar van de tuinvogels van vogelbescherming. Maar de krantvogel kwam bij de sneeuw er nog wat meer halen. En dan. Oh, de koolmees als schoolmees. Hij taant. Hij gaat achteruit. Het gaat slecht met de koolmees. En wie doet dat? Deze jongen. Deze jongen doet dat. De boomklever. Ook wel blauwspecht genoemd. Let op zijn grote zwarte snavel. Daarmee hak je niet alleen op koolmees. Nee, daarmee metselt hij ook zijn nestingang dicht. Waar voorheen koolmezen woonden, woonden nu allemaal boomklevers. Je hoort ze overal al. En dan een wending. We gaan naar de peperstraat, de muurvegetatie. We hebben niet alleen vogels, we hebben ook plantjes in de stad. En die moesten danig beschermd worden. Vandaar dat we een hele actie ondernomen hebben met de gemeente. Die is toch rommel, Jan? Ja, heel veel, jongen. Hier moesten de bomen weg. Hier hebben de bomen weggehaald, want die dachten dat alle muurvegetatie ook bomen daarbij behoorden. Dat is dus niet zo. Die hebben weggehaald. En dan kun je ook hele dikke vissen vangen. Links is de vis. Wat heb je hier aan? Gewoon een trui. Maar die muurvegetatie, komen hele mooie dingen voor. Dit zijn eikvaren. En dat moet je dan uitleggen aan ambtenaren. Die zeggen, de eiken moeten weg, maar eikvaren mag er weer blijven staan. Dan krijg je ook een hele grote boot mee. Driehoeksvaren staat er allemaal. En dan gebeurt er iets leuks. De mooiste plek, jongens, met muurvegetatie in de stad. Moet je kijken hoe dat zich verjongt. Prachtig. Die lange dingen zijn tongvarentjes, die kleine zijn muurvarentjes. Die zitten op een muur. Een hele oude muur is in bezit van de gemeente. En die zit nu in de problemen, in de rats. Want wat gaat er gebeuren? Kijk, zo welig is die allemaal, zo welig. En hoe komt dat nou? Let op, net als bij de vorige. Zou helemaal terug kunnen gaan, ook die in de Peperstraat. Het lekt. De mooiste natuur ontstaat daar waar fouten gebeurden. We hebben hier een eeuwenlange, het pandje is van 16 zoveel, lekkende dakgoot. En dat levert de mooiste muurvegetatie op in de stad. En waar is dat dan? Kijk, hier ziet u het gebeuren. Kijk op links, ziet u wel. Daar ziet u al de provinciehuis verschijnen. Bam, volop aan het bouwen, grote kranen.
Ja, daar komt het forum. En deze zit in de invloedssfeer van het forum. Dus deze moet nou beschermd worden. Maar die daggoot heeft daar geen boodschap aan. Dus als je nu die daggoot gaat herstellen, dan kan het met het forum niet goed komen, want dan gaat die muurvegetatie weg. Kijk, hier is hetzelfde aan de hand. Ziet u wel? Ook hier een lekker daggoot. Hoe mooier de natuur is, hoe fouter het gebeurt. Nou, deze. Dit is heel bijzonder. Dit is van deze maand. Deze komt dus weer uit Hartje Centrum. En let op deze keer. Dit is een blaps. Wat? Een blaps. 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 B-L-A-P-S. Blaps. Blaps. Geen naam. Waarschijnlijk blaps gigas. Hè, er zijn verschillende soorten blapsen. Ik kreeg een foto opgestuurd van, ik denk, oh, dat is een blaps. Dus ik bel die man op en zeg, dat is een blaps. Hij zegt, pardon, zeg, ja, die heet ook wel kelderkever of dode kever. En dat vond u wat minder. Ik zeg, want die dode kever, die kondigt altijd iemand aan dat hij dan doodgaat. Nou, dat klopt natuurlijk altijd. Biologen hebben altijd gelijk, er gaat altijd weer iemand dood. Ook als je een kever ziet. En dit was een blaps. Maar ik denk, laat ik dat nou even maar checken op internet. Hè. NRC dit weekend groot, hoe moet je googlen? Hè, slimme codes ingeven. En wat blijkt nou? Laatste blaps in Nederland gezien, 1998. Toen verzameld door Leiden. Ik heb er plenty. Zijn er volop. Kijk, deze loopt naar rechts. Die loopt het beeld uit. Dit is een andere blaps. Dit is Mortisaga, de echte dodenkever. En zo gaat het maar door. En dan krijg je dus dit verschijnsel. Kijk, ik had een plaatje, maar die wilde niet weergeweven worden. Dit is de blaps in zijn eigenlijke houding. Het is net een terreinautootje. Zie je wel, met zijn kontje omhoog. En zo praat je dus ook. En dan met z'n tweeën gewoon missionarishouding. En dan gebeurt het wel eens dat ze ondersteboven komen. En dan worden ze nog zeldzamer van, want dan komen ze nooit meer overeind. Al die internetgegevens bij me hebbende, ben ik naar die man toegegaan in wiens kelder dit zat. Dat was een hele oude kelder. Met oude planken die aan het rotten waren, want deze beesten die eten dus rottend houtschimmels. Oh. En die zei van ja, maar ik heb wel geprobeerd, want hij belde mij omdat zijn meisjes, die maakten koffie en dat soort dingen, die moesten dan beneden in de kelder zich omkleden en dan deden ze het licht aan en deze beesten zijn bang van het licht. Dus dan liepen ze weg en dan wilden ze, kun je de geluid voorstellen als je op gaat staan zo op die draaihakjes zo. Ja. Dus en dan heb ik gezegd, dat mag niet, want het is een hele beschermde, zeldzame, dat gebeurt nu niet meer. Dus deze man die vangt ze nu onder een natte dwel en laat ze los. En dan, Bram, het mooie, ze lopen terug, het zijn net postduiven. Als je ze links van het huis draait, draaien ze om en lopen ze terug naar de kelder. Zet je ze rechts van het huis, draaien ze ook om. Dus ik wil nu graag dat er uit het fonds van het forum geld vrijgemaakt wordt om een aantal van deze kevers van rugnummers te voorzien en ze elders in de stad los te laten, zodat het ook met deze kever weer goed komt. Want deze begrijpt het ook niet, want hij loopt ook weer naar links. En dat is weer het toneel op. En eigenlijk zou die toneel af moeten lopen, want het gaat helemaal niet goed met deze kevers. Daar, ik heb wat voor je meegenomen, Bram. Ik heb het voor je meegenomen. Wacht even. Ik vrees het ergste. De vangst, hè, van onder de natte dweil, daar konden ze echt niet blijven. Dus Bram, ik wilde jou... Staat je aan? Ja, ja, staat aan. Ja, ja. Ik wilde jou verzoeken. Ja, het zijn zulke schatjes. Ze worden van alles verdacht. Maar het is hier niet zo. Zitten zes poten om. Hij gaat niet mijn lijf in of zo. Hè? Pak een andere. Als die dat wel. Pak gewoon een andere. Nee, maar... Pak gewoon een andere. Hier, neem er twee. Twee? Eén is genoeg. Ja, kom dan. Kijk. Ja, maar dan gaat hij... in je hand. Ja, oké. Okay. In je hand. Kijk, wauw. Goed zo, Bram. Nog een keertje. Nee, ja, goed. Gaat wel. Wauw. Blaps. Wie wil er ook graag even de blaps vasthouden? Ik heb er genoeg. Ik zoek dus nieuw onderkomen. Hier, we kunnen het even laten zien volgens mij. Ik ben niet twee. Het zijn eens genoeg. Dit is hem. Oh god. Nee, daar gaat hij al. Let op, hè. Het zijn eens. Oh! Kun je hem pakken? Oh, god, ik krijg die weer. Hier, dit is hem. Zeldzaam, hoor. Denk erom. Wat een groot ook, man. Er waren er 100 in Nederland. Ja, nu zijn er 6. Doe maar hier. Weg ermee. Hartstikke leuk, Jan. Huisvesting gezocht. Voor deze baby. Nou, ik slas je met zo'n ketje weg. Ja, niet verlicht. Blijft het even staan hier? Ja, dus mensen kunnen ook zo meteen, als even met een blaps willen spelen, dan is dat gewoon te doen. Er is nog veel meer gebeurd, maar tijd is op. Tijd is op. Jan Doevenans, dames en heren. We gaan eruit. We zijn bijna aan het einde van het programma gekomen, maar niet natuurlijk voordat wij het woord hebben gegeven aan Matthijs. Ben je er klaar voor? De luchtkasteelheer in kantoorpoëzie.
maakt printer en bureau tot magie. Een nieuw en optimistisch jaar, vol rake taal en dromen. Maak ruim baan voor deze authentieke underground verlichter. Hier is Joost Omen. Onze splinternieuwe stadsdichter. Herintreden. Vereerders zijn geen makkelijke klanten. Zo gedacht worden alleen kantoormannen toegelaten op matglazen vishoek. De Noorderhaven vriest langzaam dicht met papijs. Hoe was het om de fatsoenlijke broodschrijver te verminken? Trots ben ik op het lichaam dat nu als poster op kamer hangt. Ik herken het aan het vermoeide gezicht, de papperige wangen, de kleurloze lipjes die wegvallen tegen het behang. Het is ontkennend stil in huis vandaag. De huisgenoten zijn weggetrokken. De Herenstraat is tussen 4 en 7 vrijwel geheel verlaten. Ik rommel wat in papieren, steek een paar oude gedichten in brand. Welkom terug, Groningers. Dit is de nacht. Er wordt hier nooit iets afgebouwd. Alleen lege bouwputten en herashekken. In de uren dat ik op ben, heb ik nooit 1 bouwvakker gezien. In de uren dat ik op ben, valt de stad als broekzak af. Steeds meer spullen gaan verloren. Steeds vaker valt iets waardevols op straat. Dank u wel. Joost Omen! Tot zover dan deze aflevering van Stand van Stad. Op 10 maart zijn we er weer. Hou in de tussentijd onze Facebookpagina in de gaten. facebook.com/Stand van Stad. Daar ook. En dan moet ik zeggen, kunt u een verzoek indienen aan Benno Hofman. Benno Hofman die gaat een vraag die u heeft over de geschiedenis van de stad of over de actualiteit in deze stad uitzoeken. En uw vraag beantwoorden in de volgende aflevering of de daaropvolgende aflevering van Stand van Stad. Deze wordt uitgezonden volgende week om 11:00 en om 16:30 op Oog Televisie. Ik zeg tot in de bar, dank jullie wel. Doei! Reviving in the morning, eager for the smell that goes with it. No sugar, just a little bit of cream, that's all. Just a little bit of cream, that's all. Slowly traveling through dreams and visions, I take in the air of distant places and my cold hands around my favorite coffee cup, adjusting to the warm friendly glow, and troubles slip away on tense dreams, on tense dreams, on tense dreams, sides of seasons and sun-drenched fields, sun-drenched fields, painted on second-hand canvas, sights I have never seen before, painted on second-hand canvas, sights I've never seen before. What a lovely, lovely, lovely way to wake up. What a lovely, lovely, lovely way to wake up. What a lovely, lovely, lovely way to wake up. And songs, songs just come alive this morning. Thank God for coffee and canvas. Ooh, 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 ooh. What a lovely, lovely way, way to wake up. What a lovely, lovely way. What a lovely way. What a lovely day. What a lovely way. What a lovely day.